Lekker is dat, hè? Dan bellen ze vanuit Leusden. Joh, Budding, er staat hier een hele erge blauwe 911 GT3 van de type GT2, de nieuwste, hè? Diegene met 510 pk, die staat hier en we zouden best wel willen of jij er een rondje wil rijden. Gewoon een dagje sturen en zo. En, nou, top, goed idee. Ik maak een afspraak en wat gebeurt er? Vol gas regen. Dit is bij sommige auto's helemaal geen ramp, weet je. Dat is hartstikke vervelend voor de cameraman natuurlijk. Dat hele camerateam dat staat dan buiten in de regen. Ik heb daar doorgaans niet zo last van. Vind het vervelend, hè? Begrijp me goed. Hartstikke rot voor iedereen. Maar nu heb ik er wel last van. We rijden namelijk in die nieuwe 911 GT3. En dat kreng dat staat op semi-slicks. Ik zal je laten zien wat er dan gebeurt. Op het moment dat we de hele shit uitzetten, je geeft vol gas. Ja, dan heb je dus in alle wielspinversnellingen, ik gooi de woorden door elkaar heen. Zo mooi is dat, zo'n race motor, zo'n klein vliegwiel. Als je dat uitzet, dan is dat in één uit. Zo gaat dat. Alsof de band wordt stilgezet. Dit is veel minder mooi. Semi-slicks, niet lekker in deze omstandigheden. Goede banden, hè? Begrijp me niet verkeerd. Met de extra spoorbreedte, die dubbele ophanging nu in de voorkant. Je hebt zoveel gevoel in die voorkant van de auto. Maar nou is een 911, mede door de rare configuratie, doordat die motor zo ver achterin zit, hoewel die tegenwoordig niet meer zo ver achterin zit, hij is heel langzaam wel een stukje naar voren gekropen als het ware. Er zit nog steeds ver achterin. Daardoor hebben ze er bij Porsche kunstmatig redelijk wat onderstuur in gestopt. Ga je te hard, gaat het verkeerd, dan heb je slip over de voorwielen. Dat is veiliger, zeker als je het iets minder in de vingers hebt. Met deze hele setup heb je minder onderstuur, zeker. Maar het leidt niet tot meer overstuur. Er zit in totaliteit gewoon nog meer balans in. Nog meer gevoel, nog meer scherpte en nog meer gretigheid om te wisselen. En dan gaan we eventjes hier naartoe, naar achter. En dan zou je denken, we gaan het eventjes hebben over die achterspoiler. Nou, dat is niet nodig. Die spoiler die vertelt namelijk het verhaal van zichzelf. Hier en aan die zijde zit een soort luchtuitlaat. Die is nep. En nou ken ik niet elke 911 GT3 exact, maar ik ben er vrij zeker van dat dit de allereerste 911 is die een aerodynamica kenmerk heeft dat niet echt is. Het is namelijk show. En dat heeft hij niet nodig. Show genoeg, laat het wel zijn. Zeker als je hem doorhaalt naar die 9000 toeren. Ik zei het al, die motor die is langzaam een beetje die kant opgeschoven, waardoor er eigenlijk veel meer ruimte is voor een diffuser die als het ware loshangt van die achterzijde. Heel sterk gedaan. Ja, sterk gedaan allemaal. Maar we kunnen er nog langer over lullen. Dat doen we niet. Even een rondje trappen. Dat is rap. 3,4 als het droog is en de boel is lekker op temperatuur. Leuk hè, de toerenteller. Gewoon nog analoog. Met een zwiepende wijzer. De uitlaten
open en dicht zetten, zo je wil. Je kunt de dempers harder en zachter zetten. Zou ik niet doen, gewoon lekker in comfort laten staan. Je kunt in één beweging traction control en het ESP uitschakelen. Flippers achter het stuur, gefixeerd, hè? Dus die draaien mee aan het stuur. Die zitten niet aan de kolom. Ik vind dit iets fijner. Nou, als je nou op een circuit moet schakelen in een bocht, maar je bent eigenlijk even kwijt door het sturen waar ze zijn, dan voldoet dit. En dan is terugschakelen naar voren. Veel autofabrikanten doen dat anders. Ik denk dat terugschakelen naar voren de beste keuze is. Want je schakelt terug als je remt. En als je remt, beweegt je lijf als het ware al naar voren. Nou, en dan hoef je dus alleen maar dat te doen. Ja, en verder gebruik je die nooit, hè? Die staande pook. Hij zit nu weer in de GT3. Als je voor een automaat gaat, de staande pook. Dat is lekkerder, kun je makkelijker zelf schakelen. In de praktijk schakel je niet zelf. Of je doet dat met flippers. Ja, en dan hadden we gisteravond Fransje Timmermans op televisie met zijn dikke baard. En die Timmermans die zegt, nou jongens, het wordt allemaal anders. Want die elektrische auto die is in opkomst, maar ik ga de boel nog even een beetje versnellen. Al die auto's met benzinemotoren, die moeten eruit. We moeten allemaal in een elektrisch karretje. Nou, op zich is dat, vind ik niet zo heel erg, want ik heb een heel mooi platform, een e-mobility platform, e-drivers.com heet dat. En dan kun je van alles en nog wat te vinden over elektrische auto's. Moet je gewoon maar eens kijken. Het is natuurlijk wel een beetje tragisch. Het is wel een beetje tragisch, hè? Want dit soort auto's, die maken het leven wel fraai, wel mooi. Moet je hem nou zien staan, jongens, met die dikke reet, met zo'n achterspoiler, formaatje, kiteboard. Aan de bovenkant wordt hij vastgehouden, zodat de onder- en overdruk exact precies goed is. Dus neerwaartse druk in de bochten, maar niet al te veel, waardoor de topsnelheid nog steeds een moddervette 320 km per uur is. En dat is gaaf, dat is gaaf, dat is gaaf, jongens. Dit zijn de auto's waar je kippenvel van krijgt. Tuurlijk, je krijgt hier kippenvel van. En als je dan een 230.000, 240.000 euro nog te besteden hebt en het mag naar een auto, hè? Want dat is natuurlijk altijd de vraag. Je krijgt altijd commentaar in huis en zo, want de een wil dit en de ander wil dat. Maar misschien heb jij wel het laatste woord over het geld en krijg jij het voor elkaar om het aan een auto uit te geven. Dan is de keus voor een GT3 zo'n verkeerde niet. Want het is de laatste die zonder blazertjes de auto vooruit helpt. Gewoon atmosferisch, niks turbo's. Het is de laatste met een handgeschakelde versnellingsbak. Goed, wij hebben hem niet. Bij POM, Porsche in Leusden, durfden ze het niet aan. Ik weet niet waarom. Ik zou hem altijd met een handbak nemen. Zeker. Ik zou ook niet voor de Touring gaan. Dat is de GT3 zonder achterspoiler. Gewoon de full Monty. Echt zo'n modder, vette, smerige, dikke, ordinaire GT3. Dat is uiteindelijk het gaas. Met een rolgooi. Je kunt hem weglaten. Zou ik niet doen. Gewoon meenemen. Mocht je een keer het circuit opgaan. En het gaat die dag net eventjes wat minder. Misschien vanwege de regen. Je gaat een paar keer rond. Weet je, dan blijf je gewoon heel. Ik zou ook gaan voor de bucket seats. De racestoelen. Zeker als je met moeders gaat winkelen in Milaan. Dan krijg je commentaar halverwege. Maar weet je wat? Dan stuur je er gewoon uit de auto. Ga je in je eentje verder. Stuk gezelliger ook aan boord. Bovendien, hè, alleen. Dan kun je namelijk een beetje trappen. Dat is wel veel, hoor. In de nattigheid met semi-slicks. Hij is heel veel beter geworden, die auto. Heel veel beter. En dat zit hem dus niet in het vermogen. Want hij heeft nu 510 pk. En dat had de GT3 RS ook. Dus ja, aan vermogen heeft hij helemaal niets gewonnen. Het zit hem, die 17 seconden dat hij sneller is, hè, op de Nordschleife. Dat is heel, heel, heel veel. 17 seconden. Dat is een eeuwigheid, hè, als het gaat om rondetijden. Dat zit hem puur in het onderstel.
vierwielbesturing. Die achterkant draait mee. Die motor is net een heel klein beetje verplaatst. De voorwielen staan verder uit elkaar. Ik meen 48 mm. Hij heeft die dubbele raceophanging uit de 911 RSR, de raceauto. De eerste straat 911 die dat heeft. Dan is de remmerij verbeterd. De totale ophanging achter een vijfvoudig geleide achteras. De wielen, de setup, het camber, alles is verbeterd. En daar haalt hij zijn voorsprong, zijn verbetering uit. En dat is eigenlijk heel knap, hè? Want het is voor een autofabrikant niet zo ingewikkeld om meer vermogen te creëren. Dat is vaak die motor vergroten of andere toepassingen. Dat hebben ze niet gedaan bij Porsche. Zouden ze dat wel hebben gedaan, dan raakten ze in de knoei met de uitstoot. En met het op straat krijgen van de motor, hè? Met de toelating, de wettelijke toelating. Dus hebben ze niet van gekozen, hou het bij het goede. Dus tot 9000 toeren. Zet even ESP weer aan. Kijk, dit dus. Het is gewoon gebleven. Kippenvel, hè? Ook kippenvel, zo gaaf. Maar het zit hem in het onderstel en daar is hij veel beter dan geworden. Moet je dan voor een 911 Turbo gaan of voor die GT3? Ik zou voor de GT3 gaan. Een 911 Turbo, als je daarin gaat zitten en je hebt een beetje getalenteerd en je gaat een uurtje trappen, dan snap je die auto, dan begrijp je die auto. Een 911 Turbo laat zich heel makkelijk in de kaarten kijken. Die vertelt meteen wie die is, wat die is. En een GT3 doet dat niet. Hij doet dat meer dan in het verleden. Je kunt er makkelijker hard mee rijden. Maar er zit nog altijd een verborgen deeltje in zijn karakter. Het is een auto die heel veel indruk maakt. Gewoon in zijn puurheid. Dat hoogtoerige, het scherpe. Kijk dit, hè? De camera kun je niet eens volhouden zo. Er zit zoveel bewegelijkheid in. Je zou in eerste instantie denken, ja, dat is nerveusiteit. Nee, dat is geen nerveusiteit. Dat is gretigheid in het wisselen van koers. Beter, sneller, nog steeds heel gaaf. En de laatste. Ja, de laatste. Dus het kan gewoon geen miskoop zijn. Ik vind hem gaaf, jongens. Heel gaaf.